agrarische ambtelijke bedrijven, de smid. Onmisbaar in elk dorp was de smid. De smid besloeg de paarden en herstelde het gereedschap. Een smid die dit beroep vele jaren uitoefende in de 20e eeuw was Gerrit Baeyens, 1902-1976. Hij was een rijksgediplomeerd smid en verkocht diverse soorten werktuigen. Hij had zijn smederij in de Herweg 1. In de verre omgeving stond Gerrit beter bekend als de Baai. Velen kenden hem als een echt vakmens. Hij kon de zware hamer bij het smeden uitstekend hanteren. Vaak trok hij nog eens extra hard aan de blaasballen om het vuur nog wat feller te laten gloeien, zodat de hoefijzers in het vuur witheet werden van de warmte en hij ze beter in de juiste vorm van de paardenhoef kon smeden. Toen na 1950 de tractoren in de handel kwamen, was hij de man die door vele boeren het eerste ijzeren werkpaard hielpen aanschaffen. Gerrit was een zoon van Jan Baeyens, 1862-1925, en van Jacoba van Bavel, 1862-1919. Beide geboren in Vrachlen. Gerrit trouwde met Anna Geerts. Hij stond bekend als een echte humorist. Hij had altijd wel wat in het vat om een ander beet te nemen. De naam Baeyens is mede door het goedlopende bedrijf een begrip in Vrachlen geworden. Het bedrijf van Gerrit Baeyens werd door zijn zoon Henny voortgezet en is inmiddels overgedragen aan diens zoon Gerard. Als het slecht weer was, trokken de boeren naar de baai om hun verhaal te vertellen. Als kind ging ik dan mee. Ik wilde graag de smidse meestoken en flink aan de blaasballen trekken. Ook gingen we wel eens naar de brandput op de hoek van de Herweg en de Hondstraat. Wij als kinderen hielpen mee de brandhaard te stoken. We namen de takkenbossen mee, kannen met water enzovoorts. In die brandput werden de ijzeren banden die om de houten karwielen moesten komen heel warm gemaakt. Het was handwerk, dus met man en macht moest de hete ijzeren band om het karwiel getrokken worden. Was dat gelukt, dan ging er water overheen om de band af te koelen, zodat die weer inkromp en strak om het wiel kwam te zitten. Het was een zwaar en bovendien gevaarlijk karwei en we waren nog zo klein om mee te helpen. Het gebeurde wel vaak, laat me een beetje bij. Oké, van het hele dorp hier zo. Maar het valt nou ja, oud Vrachelen, hè? Ja, het valt nou onder Oostrood, hè? Ja. Nou ja, dit is allemaal Vrachelen 1, Vrachelen 2, Vrachelen 3. En dan achter te draaien, maar ik zit op het eigenlijk oud Vrachelen. Oké. Dus hier hebben een paar dagen werk. Tot woensdag. Woensdag. Woensdag moet blazen. Ja. Maar maandag, dinsdag, zet ik eraan hier op. Dinsdag? Ja. Wij doen de asbestgedeelte. Ja. En dan komt het koopbedrijf Oosterhout, de Piet Dame. Ja. Dan komt de boel slopen. De kraan weer zijn muur er allemaal uitslaan. Ja. Dat is snel, hè? Ja, dat is wel een moest voor. We hebben nog ijzerwerk, hè? Ja, dat is allemaal verkocht. Spanje, de spanter. Ah, ja. Ah, dat zelf voor de kraan ook niet voor, hoor. Die bouwen ze zo. Ja, dat is wat. Ja. Maar hij heeft het altijd zo mooi kunnen splitsen, hè? Wat een speerrijper. Ja. Al de rotsen ja. Ja. Ja, er staat een goede kraanmachinist hier. Ja? Ja, ja. Ja. Ja, dat is heel goed. Het is heel oud. Het is heel oud. En hier van 50 meter, 60 meter. Dat is wel. Een oud stuk dak heb ik niet. Ja, de machinerie die vraagt een veel ruimte. Hè? Ja. Je hoort die landbouw misschien zijn deur ja. Nog groter. Ja, dat past hier al niet meer in. Joh. Nee, hier kun je niet meer binnen met hem. Nee. Maar... nee. Ja. Ja. Dan heb je ook tijd om de kast. Ja. Blijven investeren, hè?
Ja. Kun je bedrijf blijven doen? Ja, je moet wel, anders geen belasting over te halen.